Nou, behalve Sinterklaas is er nog iemand die heel belangrijk is in Schiedam. Dat is Nico Sterrenberg. Hij is gearriveerd. Nico, hoe heb je het afgelopen jaar beleefd? Ja, het was een mooie zomer dit jaar. Het was ook lekker druk op de kermis. Daar zijn we ook weer blij mee. Hoe bereid je je voor op zo'n nieuw oliebollenseizoen in Schiedam? Nou ja, daar zijn we al een lange periode mee bezig. Ik ben al een beetje in de zomerdag zijn we bezig met de grondstoffen. Kijken dat je de lekkere krentjes kan vinden. Goede rozijnen, waar ook een beetje suiker goed in zit. Hoe heb jij trouwens oliebollen leren bakken? Ja, van thuis. Met mijn vader en moeder deed je ook oliebollen bakken. En daar heb ik het van geleerd. Nou is het natuurlijk altijd de truc om iets nieuws te verzinnen. Wat staat er bij jou op het menu? Wat heb je voor nieuws voor de Schiedammers? Nieuw? Nou, we gaan dit jaar Poolse oliebollen maken. Ja. En wat zijn dat? Ja, dat ga ik nog niet zeggen. Dan moet je gewoon langskomen en dan kun je het zien. Nee, het is gewoon echt traditioneel uit Polen, zeg maar. Dan het werkt gewoon iets anders. Het is geen oliebol, maar het zijn echt de Poolse oliebollen. En ja, de mensen uit Polen die weten gewoon wat het is. Nou, verbaas het mij. Je bent net open. Er staan al rijen mensen voor de deur. Hoe verklaar je zelf die publiciteit en die PR? Ik denk dat ze het gemist hebben. Zeggen de mensen wel van, is het niet een beetje vroeg in het jaar of heb je daar geen last van? Ja, het zijn al de mensen die zeggen dat het vroeg is. Maar wij gaan altijd op 15 oktober open. Ja, dat is gewoon de tijd van de oliebol. En de ene keer, natuurlijk is het net iets te warm in oktober. Maar de andere keer is het ook weer heel koud en regenachtig weer. En dan krijg je ook meer trek. Hoe ziet jullie werkdag er een beetje uit, Nico? Werkdag? Ja, ik ga hier 's morgens naar de kraam, dan zet ik een bakje koffie en dan ga ik lekker oliebollen maken. Ja. Maar je moet ook verblijven. Ik neem aan dat je ergens in Schiedam onderdak zit? Ja hoor, ja, maar ik ben ook inwoner van Schiedam, dus vandaar. Even over de bedrijven om je heen, de winkels om je heen. Hoe reageren ze op je komst? Nou, iedereen is hartstikke blij, ja. Het is ook, net wat ik toen straks al zei, het is echt gemist. En oliebollen. Dan komt de wintertijd, komt de gezelligheid, de lichtjes komen eraan, toch? De kerstversiering, Sinterklaas en alles. En de feestdagen, daar zijn we toch allemaal gek op in Nederland. We zitten in de energiecrisis. Hoe ga jij dat probleem te lijf? Hoe gaan we dat probleem te lijf? Nou, wij hebben de openingstijden aangepast, dus we zijn minder lang open. Dus voor de mensen die het wil weten, kijk even op Facebook, daar kun je alles op zien. Je kan hier ook folders meekrijgen waar openingstijden op staan. Weet je, het is als je elke dag zeg maar anderhalf uur inkoopt, einde van de week heb je gewoon een dagdeel over. En dat is ook een besparing. Ja. Dus je hoeft niet altijd gelijk aan die prijs te trekken. Dat je zegt, nou we gaan asociaal duur worden. Nee, dat zijn we niet. We hebben één oliebolletje uit een zakje gepikt. Dus ja, we moeten wat toch? Ten slotte, wat is het leuk om in Schiedam te werken? Schiedam, mooie stad, gezellig. Ja. Zo hier langs de waterkade en zo, dat vind ik toch heel mooi. Ja, ik heb gisteren nog een extra wandeling gemaakt bij het bruggetje. Ja, dat vind ik gewoon prachtig.